en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is zaterdag vandaag en vandaag gaan we de nieuwe bomenvlucht opnemen. Kevin die komt over een kwartiertje ongeveer naar mij toe en dan gaan we de bomenvlucht opnemen, jongens. Ik ben benieuwd. Gaan er een leuke video van maken. Ik doe de bomenvlucht in een vlog en jullie zullen denken van, hey, deze vlog is wel heel erg vroeg. Maar om 3 uur vanmiddag kunnen jullie de nieuwe bomenvlucht vlog bekijken. Waar we dus het spel De Jacht spelen. En dan kunnen jullie dus deze vlog bekijken. Sowieso al een gek weekend wordt dit. Want ik ben van plan om gewoon even 4 vlogs... in 2 dagen te proppen. Ja, ja. 4 vlogs in 2 dagen. Jullie worden verwend. En waar heb het allemaal mee te maken? Ik ben dit aan het opnemen. Dit wordt de eerste vlog. Dan komt vlog 2. Dat is de bomenvlucht. Dat is allemaal op zaterdag. Dan morgen krijgen jullie de wedstrijd die ik... waar ik vanavond naartoe ga. Ja, dat is Feyenoord-Vitesse. Die krijgen jullie morgenmiddag te zien. En dan om morgenochtend, morgenmiddag wordt dat. En dan om 3 uur gewoon weer een nieuwe vlog. Dus het zijn er in totaal, zoals jullie goed gerekend hebben, 4 vlogs op 1, in 2 dagen... Nou, dat is ook wel eens een keer goed. We hebben ook nog een nieuw ding op de planning staan. En dat ga ik lekker nog niet vertellen waar. Maar het wordt ontzettend leuk. En zeker te weten... zeker te weten kijken op dit kanaal. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer even op, dat, op mijn kanaal. En druk even dat belletje in. Zo... Dus vandaar komen er een heleboel nieuwe leuke dingen komen er allemaal aan. Ik kan niet te veel filmen, want anders dan is mijn batterij dadelijk wel leeg. En ik moet genoeg batterij hebben voor de bomenvlucht. Dus vandaar dat ik even niet lang kan filmen. Dit was alvast even een introotje. Dadelijk later in de vlog is, is de bomenvlucht afgelopen. En... dan denken jullie van, hey, de bomenvlucht is al geweest. Hoe kan dat nou allemaal? Hoe kan het allemaal? Maar dan om 3 uur kunnen jullie de bomenvlucht zien. Hier op It's Ultrex. Nou, even over gisteren. Was een leuke livestream. Alleen, ik heb heel veel moeten knippen. Ik heb echt ontzettend veel moeten knippen. Omdat, Quincy deed het op een gegeven moment. En Kevin begon het op een gegeven moment ook te doen. Muziek, jongens. Muziek in de livestream. Doe dat alsjeblieft niet. Want dat scheelt mij weer een hele hoop knip- en plakwerk. Ik moet dan die vlog weer afhalen. Dan moet ik weer een nieuwe vlog ervoor in de. Dan moet ik weer knippen en plakken en bewerken. En dan moet ik weer opnieuw uploaden. Dus dat is allemaal extra werk. Dus vandaar, jongens, even geen muziek meer voortaan in mijn livestreams. Alsjeblieft. Want dat, het kost gewoon een hoop tijd en een hoop geouwe hoeën. En daar zit ik gewoon niet op te wachten. Moet ik heel die livestream er weer afhalen. En wat ik gisteren ook nog vergeten te zeggen was... is dat we een nieuwe BV-lid hebben. We hebben een nieuw BV-lid. Er is weer een nieuweling gisteren in de BV gekomen. En dat is de enige echte... Ramonski. Ramonski zat nog niet in de BV. En die is nu officieel It's Ultrex BV-lid. Dus heb dat werkcontract heb hij getekend eindelijk. Ik zeg tegen hem, teken dat werkcontract nou eventjes. Schiet nou eens op met dat ding. Maar hij heeft hem ondertekend en hij zit ook aan dat werkcontract vast. Dus Ramon die zit ook in de BV. Met Ramon ga ik trouwens nog... leuke vlogs van de week opnemen. Zeker te weten kijken, jongens. Het is echt hartstikke leuk is het. Dus wat dat betreft komen er een hele hoop leuke dingen. Nou, ik ga hem weer even neergooien hier. Ik ben nu
met die livestream bezig. Ik heb alle muziek eruit lopen knippen als een gek. Kijk, jullie kunnen het zien. Dit is hem. Dat is de livestream van gisteren. Die moet ik dus weer helemaal opnieuw uploaden. Of opnieuw renderen bedoel ik. En dan moet ik hem, ja, dadelijk moet ik hem inderdaad weer opnieuw uploaden. Hij staat momenteel op 21%. Dus die is lekker bezig. En dan ga ik dan dadelijk weer online zetten. Zodat jullie toch nog even kunnen genieten van de livestream die gisteravond geweest is. Als je gisteravond niet de kans hebt gehad om de livestream te bekijken. Ja, het is helaas een beknipte versie. Omdat ik echt heel veel claims kreeg op YouTube. Ik zette vanmorgen mijn telefoon aan. En dat ding dat stond rood gloeiend. Vanwege alle claims die ik gekregen heb. Zat er verder geen consequenties aan. Maar ik heb het liever niet. Dus ik heb de oude video verwijderd. En ik maak er nu weer een nieuwe video van. Zonder muziek. Dus als jullie de livestream terugkijken. Dat jullie niet denken van hey, ik hoor ineens helemaal geen muziek meer en zo ertussendoor. Nee, dat klopt. Dat is er allemaal uitgeknipt. Nou, ik ga weer even neerleggen. Ik ga hem weer snel onder de oplader gooien. Want ik wil echt, hij moet helemaal vol wezen. Dus ik ga hem bij deze neerleggen. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer als de bomenvlucht erop zit. Jongens, allemaal de groetjes. En tot zo allemaal. Doei doei. Zo, en we zijn weer thuis. We hebben alle spullen overgezet. We hebben wat gedronken. En de spijkenissenvlucht, want het was een spijkenissenvlucht, heb ik ervan gemaakt. Juist. En hij was geweldig. Hij was hartstikke leuk. Ja. En zeker weten nog een keertje om over te doen. Om over te doen. Was wel een beetje. En kijk, hier staat hij hoor. Spijkenissenvlucht 2 december 2017. En ja, wie heeft er gewonnen, jongens? Wie heeft er gewonnen? Wie heeft er gewonnen? Ja, geen idee. Ik weet het niet. Dat merken ze nog wel. Dat zien ze nog wel. Wij weten het wel, maar we zeggen lekker helemaal nog niks. Jullie hebben al een hele week gewacht. Dus wat dat betreft moeten jullie nog even een paar uurtjes wachten. Even geduld. Even geduld. En om 3 uur vandaag dan komt de nieuwe video online van deze spijkenissenvlucht. Nou, wat dat betreft deze vlog eventjes voor momenteel. Ik ga hem zo weer neerleggen, want ik ga het als een gek. Ik ga even als een razende ga ik eventjes editen, want ik loop zo vreselijk achter. Ik heb dadelijk nog zoveel werk. Ik heb die grote spijkenissenvlucht, die heb ik nog. Die ik moet editen. Ik moet deze video nog editen en dan vanavond de wedstrijd tegen Vitesse. En dan hebben we nog, wat hebben we dan nog meer? En dan nog een zondagvlog. Een gewone zondagvlog. Dus wat dat betreft heb ik nog een hoop werk te doen. Maar ja, ik ben aan de andere kant ben ik natuurlijk al lekker vrij. Dus heb ik daar lekker de tijd. Heb ik genoeg tijd daarvoor. En van de week komt er ook nog een hele leuke video. Een kerstvideo. Wat voor kerstvideo van, hè? Kerstvideo? Het is nog maar december, kerstvideo. Het is nog maar begin. Maar als jullie het kijken is het midden december denk ik al. Maar ik bedoel in ieder geval te zeggen dat er nog een leuke kerstvideo aankomt. En wat het allemaal gaat worden, dat zien jullie van de week. In ieder geval, dan komt er ook weer een leuke video online. Er komen sowieso nog hele leuke video's komen er nog online. Er komt nog een tripje naar het buitenland. Waar Kev, ik Ramon, Joost allemaal nog naartoe gaan. Ja. Waar? Ja, ga ik ook nog niet zeggen. Dat is allemaal nog lekkere verrassing. Ik ga gewoon zo min mogelijk lekker zeggen. Dan kunnen jullie gewoon genieten van leuke video's die nog aankomende week komen. En ja, natuurlijk komt natuurlijk ook nog de juist. Ja, hij is me weer voor, hè? Hij is me weer voor, hè? 12 december, dan gaan we naar de Efteling. En dan zal de video, ik denk ongeveer, dat zal geen vlog worden. Dat zal een gewone video worden. En die komt dan denk ik de 14e of de 15e komt die online hier op dit kanaal. Ja. Dus dat is ook een hele leuke video. En daar zit ook in Kevin, ja. Ricardo, Joost, Ramon.
Dus dat wordt ook een hele leuke videovlog van de Winter Efteling. Zeker weten. Nou, ik ga hem even weer neerleggen en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Later. Zo, jongens, en het is, en het is inmiddels avond. En we gaan naar Feyenoord. Ja, het is allemaal een beetje een gekke vlog. Het loopt allemaal door elkaar heen. Maar de vlog van de Spijkenissenvlucht, die komt, of de Spijkenissenjacht, die komt dadelijk om 3 uur. En ja, de vlog van die we nu gaan opnemen, Herman, Feyenoord Vitesse, die krijgen jullie morgen te zien. Morgen komt de Spijkenissenvlog, wou ik zeggen. Morgen komt de Feyenoordvlog. Nou, wij zijn in ieder geval ingepakt. Ik heb 3 truien aan. En ik heb 3 broeken aan. Ik ben helemaal ingepakt voor de wedstrijd. En we gaan er een leuke avond van maken. En wie hebben we ook bij ons? Monsieur Ramonski. Ja, Ramonski. Ramonski, hè? Weet je waar Ramon tegenwoordig goed in is? In wegduiken. Ga gewoon weg. Ga gewoon weg. Ga gewoon weg. Dus nee, dat gaat allemaal goed komen. Nou, ik spreek jullie allemaal dadelijk weer als de Feyenoord vlog voorbij is. Dan zal ik niet uit. Zijn ik naar de Feyenoord vlog? Nou, ik spreek jullie dadelijk als ik weer terug ben uit de Kuip. En neem ik nog even een stukje op. En dan zal ik niet de uitslag zeggen, hè, want anders hebben jullie morgen weer niks te kijken. Oh nee, dan weten jullie de uitslag al. Dus dan maakt het ook niet meer, dan maakt het ook geen reet meer uit. Nou ja, in ieder geval, jongens, ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Laters! Zo, nou, ik heb de Feyenoord vlog heb ik afgesloten. En die vlog die kunnen jullie laten bekijken. Dit was de vlog van vandaag. Die kunnen jullie dus morgen bekijken. De Feyenoord vlog. Die komt om een uur of 12. Nou, ik moet nog even kijken precies. Ik weet nog niet precies wanneer. Ik moet het nog even inplannen allemaal. Maar dat gaat allemaal wel goed komen. Het was even een kort vlogje, maar dat maakt niet uit. Want jullie hebben ook de Spijkenissenvlucht hebben jullie gezien. En morgen krijgen jullie dus Feyenoord te zien en de zondagvlog. Zo zat hij in elkaar. Ik moest even denken van hoe zat het ook alweer. Want het is een beetje allemaal een beetje. Het loopt allemaal door elkaar heen en zo. En het is een beetje moeilijk allemaal. Maar in ieder geval, dit was de vlog. Ik zou zeggen, doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Ramonski is er ook. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk even op dat belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video is, livestream of wat anders. En ik zou zeggen, doedels, vreselijk. Doe de eerste vijand niet aan. En skabedi, skabedoe, skabedabedoe.